hebben. Zal dit wel zo'n beetje de grens zijn dan, hè? Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. We zijn weer aan het rijden. We zijn vanmorgen vertrokken bij Erve Bochman. Maar gisteren hebben we daar nog een heerlijke middag doorgebracht. Althans ik, want Roel die was mee met Bram en Marjolein naar de Obelink. Nadat we die prachtige camper hebben gekocht, nadat Bram en Marjolein die prachtige camper hebben gekocht, vond ze het natuurlijk wel leuk om eventjes inkopen te gaan doen, want Obelink zit daar vlakbij. En ik ben bij de camper en bij de hondjes gebleven en heb lekker zitten lezen in de zon. Het weer valt enorm mee. En vanmorgen zijn we vertrokken en nu rijden we richting de Nürburgring. Dat vindt Bram heel erg leuk. Die is helemaal dol op auto's en autoraces en dat soort dingen. Dus dan gaan we daar eens eventjes neuzen. Maar voordat we daar aankomen willen we jullie nog wat dronebeelden laten zien van de camperplaats. Roel heeft gisteren nog even gevlogen met de drone. Dat is echt een knalpijp.
bij dat zwembad is ook een camperplaats. Dus daar rijden we nu nog even heen. Het is fijn dat het zo lang nog licht is. Om 9 uur gaat de zon pas onder. Dus we rijden nu nog eventjes naar het zwembad. Het ziet er wel schattig uit. Nou, we zijn toch alsnog een camperplaats in de buurt aan het opzoeken. Er was wat verwarring over het zwembad. Dus we kijken vanavond even rustig waar we nou precies heen willen morgen. Het is wel een beetje Ardens, hè, die huizen hier. Het is hier wel mooi. Kunnen we naast elkaar staan? Ja, we kunnen naast elkaar staan. Prima. Nou, dat is wel een mooie rustige plek. Even muntjes opzoeken voor de betaalautomaat. Gevonden? Ja, 5 euro. Zit zo'n apparaat voor de stroom? Ja, kijk, zo'n stroomapparaat. Ja. Er zijn een aantal dat je daar nog in zit, zie je? Ja, inderdaad. Oh, er is een water. Je moet over. Voor het water moet je ook betalen. Kijk, dat is een waterautomaat. En de parkeerautomaat. Yes. Ik heb hem. Goedemorgen, we hebben overnacht in Oberzissen, een hele kleine camperplaats van de gemeente, 5 euro per nacht. Volledige verzorging is aanwezig, dus helemaal goed. En zelfs voor Enzo was er natuurlijk een leuk voetbalveldje ook in de buurt. Daar heeft hij gisteravond nog even flink gebruik van gemaakt en zijn vader en moeder even flink moe gemaakt. Maar we hebben heerlijk geslapen. Het heeft wel geregend. Het is nu net even droog. Maar als ik zo naar de buienradar kijk, dan komt er nog wel een plons water naar beneden. En de planning is dat we vandaag richting Luxemburg gaan rijden. Maar dat zien jullie vanzelf alweer. Zo, hier ben ik ook nog eventjes. We gaan zo vertrekken. En we gaan, zoals Roel net ook al zei, we gaan richting Luxemburg vandaag. Want het weer is hier de komende dagen nog wat nat. En wat zuidelijker is het net wat beter. En we weten daar een leuke camping die daar vlak aan een mooi wandelgebied staat. Dus daar gaan we heen. Maar op weg daar naartoe gaan we even naar de Rewe. Want we hebben nog heel veel lege waterflessen van de vorige keer dat we in Duitsland waren. Dus die moeten we nog eventjes inleveren. En even wat boodschapjes doen natuurlijk. En we willen even naar de Fresnap. Dat is een keten van dierenwinkels hier in Duitsland. Want we zijn de rugdrager vergeten van Lady. En Lady wordt 12 woensdag. Een verjaardagscadeautje. Maar nee, dan vinden we het eigenlijk toch wel zielig om er op lange wandelingen toch maar te laten lopen. En om te tillen is het toch, ook al is het een klein hondje, best wel zwaar. 3,5 kilo. Dus toch maar even kijken of we een rugdrager of een draagzak kunnen vinden voor haar. Dus we gaan zo weer op pad. En zo is nog eventjes hierachter op het voetbal met zijn ouders aan het voetballen. Dat is toch wel weer heerlijk. Oh, dat is wel lekker. Dat is wel lekker. Ja.
Ja, mooi. Even showen. Nog luxer dan wat we hebben. Ja. Doe dan. Dat je het werk. Kan ik helpen? Ik wil die band even omdoen. Oh ja. Je hebt ook nog zakjes aan de zijkant en de voorkant. Deze vind ik wel mooi. Dan kun je er ook vastmaken binnen. Dat denk ik wel. Zo? Ja. Oh ja. Zo'n aantje. Ja. Ja? Ja. En zo, erin. Ik vind die wel goed. Ja, vind ik ook wel goed. Zal dit wel zo'n beetje de grens zijn dan, hè? Ja. Luxemburg. Hier de afslag. Zo, we zijn aangekomen bij camping Martbusch in Berdorf. En we hebben een goede reis gehad. Wel flink veel regen onderweg gehad. Maar nu is het droog, dus dat is fijn. En als het goed is, is het morgen hier ook redelijk droog. En het is een quickstop. Je mag hier 2 nachten blijven staan. En het kost €14 per nacht. Nou, we gaan zo een wandelingetje maken, want je hebt hier achter een heel mooi wandelgebied. Dus gaan we daar eens even kijken. Tot later. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.